We zijn druk bezig met de nieuwe sterrenwacht in Lauwersmeer, waar het ook heel mooi donker is. Dus dan hebben we er twee. Sinds 2008 hebben ze al deze telescoop op de Zernikekampen staan. En over een half jaar komt daar dus een nieuwe bij. Op het Kapteininstituut zijn ze daar erg blij mee. Het doen van waarnemingen op Zernike is vanwege de vele verlichting in de buurt lastig, terwijl het Lauwersmeergebied dit probleem niet heeft. Daarnaast kiezen steeds meer studenten voor een opleiding aan het Kapteininstituut, waardoor de huidige telescoop druk bezet is. Het plan om een tweede sterrenwacht te bouwen ontstond enige tijd geleden. Ja, dat begon een paar jaar geleden met Staatsbosbeheer die daar een dark sky park in Lauwersmeer heeft gekregen. En die hebben toen contact met ons gezocht of wij misschien met hen samen willen werken. Ook op het gebied van sterrenkunde in dat gebied. En ja, dat vonden we heel erg leuk. En we wilden daar dan ook heel graag een sterrenwacht bouwen. De sterrenwacht kan gebouwd worden dankzij een subsidie van €25.000 van de Gratema Stichting. Ook de Rijksuniversiteit investeert in het project. Totdat je zo'n dichte bol krijgt, dat daar een ster uit ontstaat. Ja, het wordt ook een spiegeltelescoop, een Newton-telescoop waarschijnlijk. Ietsje kleiner, omdat we bij die donkere omstandigheden een iets minder grote telescoop nodig hebben. En wat heel bijzonder is, hij wordt op afstand bestuurd. Dus we zouden gewoon hier vanaf de campus hem kunnen besturen. En we kunnen daarom ook extra goed gebruik maken van heldere nachten. Dus ja, het wordt een bijzondere telescoop, waarmee we vooral ook heel diep het heelal in kunnen kijken. Saturnus is natuurlijk heel herkenbaar. Het blijft prachtig. Ik vind het altijd heel bijzonder om deze te zien door de telescoop. Met de Gratema-telescoop op Zernike zijn de afgelopen jaren mooie resultaten geboekt. Toch verwacht Van de Weygaard niet dat de nieuwe telescoop grote ontdekkingen teweeg gaat brengen. Maar we kunnen wel kleinere ontdekkingen doen. We kunnen kijken naar planeten die voor andere sterren langs gaan. We kunnen kijken misschien naar nieuwe asteroïden. We kunnen ook ontdekkingen opnieuw doen, herhalen. Kijken of we die kunnen reproduceren. Dus we kunnen heel veel met de studenten kunnen wij gaan waarnemen. Maar echt grote nieuwe ontdekkingen, dat verwacht ik niet van deze telescoop. Behalve voor studenten van het Kapteininstituut is het in de toekomst de bedoeling dat ook middelbare scholieren van het telescoop gebruik kunnen gaan maken. In december moet de bouw klaar zijn. Begin volgend jaar is de feestelijke opening.